RO streeft naar verdere decentralisatie districten. Het verder decentraliseren van de districten zal in de komende periode een belangrijk streven zijn van het ministerie van regionale ontwikkeling. Behalve dat het ministerie dit doel wil bereiken met de mogelijkheid van de districten om inkomsten te genereren, worden er ook andere stappen ondernomen om het decentralisatieproces voort te zetten. Minister Edgar Dikan heeft zijn beleid hierop toegelicht tijdens een betoog in de Nationale Assemblée op maandag 12 mei 2019 als onderdeel van de behandeling van de begroting over 2019. De minister ging ook in op vragen die in de eerste ronde van het debat waren gesteld door parlementariërs. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.